We hebben wel een akkoord voor 40,5 miljoen voor Casemiro naar Juventus. 32-jarige Casemiro gaat niet echt meer waard weer worden. Dus we gaan dit accepteren. What up kijkers en tof dat jullie er weer bij zijn bij een gloednieuwe video van de FC 25 Manchester United Career Mode. We gaan door, we gaan verder waar we gebleven waren. We zien hier jeugdtoernooi gestart, maar ik heb zo'n beetje al mijn jeugd weggedaan. Dus ja, of we dit kunnen spelen, denk het niet. Maar we gaan erachter komen. Nee, we kunnen niet naar het toernooi toe. Dus ja, we zien wel wat we dan deze aflevering allemaal gaan doen. Geen jeugdtoernooi in ieder geval. Misschien krijgen we nog een andere vriendschappelijke wedstrijd. Maar we hebben wel scouts opgezet om weer jeugd te zoeken. Maar voor nu kunnen we geen jeugdtoernooi spelen. Dus we gaan hier gewoon verder. En dan, ja, we gaan wel waarschijnlijk wel aankopen doen. We gaan spelers verkopen waarschijnlijk. Er gaat genoeg gebeuren. Mocht je er in ieder geval zin in hebben, klik dan vast op dat duimpje omhoog. En dan gaan we nou gewoon heel gauw verder. Nou, ondertussen zijn de eerste aanbiedingen op onze spelers een feit. We zien Arsenal wat Onana wil hebben. Dat had ik nou ook niet per se verwacht. Dit gaan we ook gewoon afwijzen, want Onana gaan we niet per se wegdoen. En Casemiro staat in de belangstelling van Dortmund in een ruildeal. En hun bieden dan Emre Can aan. 30 jaar. Ja, goed. Je gaat van de 32-jarige naar 30-jarige. Niet per se wat ik voor ogen heb, moet ik eerlijk zeggen. Ik wil gewoon centjes zien. Dus we gaan dit misschien ook maar delegeren. Nou, ik ga het trouwens gewoon afwijzen. Dan hebben we hier een eigen verlanglijstje. En ik vind dit allemaal wel een beetje typische Ten Hag aankopen op Guler na. Ik probeer een beetje realistisch begin te maken qua aankopen, als het ware. We zien allemaal Nederlanders, of in Kerkers het geval, een speler waar hij toch een beetje geschiedenis mee heeft in de Eredivisie. Gewoon een beetje de bekende vijver waar Ten Hag altijd in vist tot nu toe. In zijn Manchester United tijd. En ik zit eraan te denken dit gewoon te doen. Depay, spits kan ook links. En ja, meerdere posities inzetbaar in de aanval. Je zou hem eventueel misschien zelfs op 10 kunnen zetten als je echt gaat willen. En ook naar is Nederland, daar is Ten Hag dol op. Ik kan er bijna niet omheen om dit gewoon te doen. Ik sta ook open voor een vertrek van Rashford. Die man is al zo lang bij United aan de gang, zonder dat hij zich nog echt ontwikkelt voor mijn gevoel. Dus vandaar dat ik opensta voor een vertrek van Rashford. Ik heb hem niet te koop staan, omdat ik wel zijn marktwaarde een beetje op peil wil houden. Maar bij een goed bod gaan we zeker nadenken. En Depay gaat eens op kunnen prikken, is dan toch gewoon lekker. Ik vind het een typische Ten Hag aankoop en ik ga het ook gewoon doen onder het nom van nog meer Nederlanders naar United. Onder leiding van Ten Hag terughalen naar Manchester United. En hij is binnen, Memphis Depay. Terug op Old Trafford, opgewacht door Ten Hag en Bruno Fernandes. Terug in de Premier League dus ook. Gaat hij het maken of gaat hij falen? We gaan erachter komen wanneer hij voor ons zal gaan spelen. Terug in het rood bij Manchester, Memphis Depay. We hebben hier nu twee aanbiedingen binnengekregen. Een leen met koopoptie voor Wheatley, 18-jarige spits. We gaan het delegeren en we gaan de koopoptie gewoon weghalen. Jullie mogen hem gewoon lenen. En een mooi bod van Juve op Casemiro. En ik zou meer kunnen vangen. Ik ga dit ook delegeren. Ik wil minimaal, laten we zeggen, 40,5. En ik wil hem niet kwijt voor minder als 35, zeggen we. Hopelijk kunnen ze daar iets uit halen. Vervolgens is Aston Villa aankomen kloppen voor Christian Eriksen. Onze 32-jarige middenvelder. Weet je, ik heb wel een zwak voor Eriksen, hè? Oud Ajax sheet ook. Maar hij is gewoon op leeftijd voor de top van de top van de Premier League. Mist hij onderhand denk ik ook gewoon handelingssnelheid. Ook door de medische gevallen. De medische pech, de gezondheidspech die hij heeft gehad denk ik wel. Nog steeds wel een goede speler. Maar we moeten denken aan de toekomst. En daar is Eriksen. Ja, als we hem houden natuurlijk zal hij zijn invalbeurten maken. Maar wie weet kan hij bij Villa gewoon basis staan. Villa is wel natuurlijk Premier League concurrentje, dus we gaan het delegeren. En hun mogen gewoon nog aardig lappen voor een oude Eriksen. Minimaal 12,5 en ja, we starten de bieding op 18,5. Er is wel een akkoord voor de huur van Wheatley nu. Eenjarig huurtje zonder koopoptie accepteren we. We moeten hier gewoon even wat centjes voor vangen voor Casemiro. Maar die transfer die loopt nog, die onderhandelingen.
Nu ook een bot op onze 38-jarige doelman Tom Heaton gaan we in één keer accepteren. En we hebben een huur met koopoptie voor Amas. Dat gaan we natuurlijk weer delegeren, waarin we de koopoptie eruit slopen. We hebben geen overeenstemming gevonden met Aston Villa voor Eriksen. Maar we hebben wel een akkoord voor 40,5 miljoen voor Casemiro naar Juventus. 32-jarige Casemiro gaat niet echt meer waard weer worden. Dus we gaan dit accepteren. En er is een eenjarig huurbod op Amas. Dit keer zonder koop van Eldense. Gaan we ook accepteren. Nieuw bod op Eriksen. Dit keer ga ik gewoon zelf onderhandelen. Het is PSG en PSG heeft altijd centjes. We zouden 12,3 kunnen krijgen. Ik zie wel hoeveel ik kan krijgen. Maar we gaan hier eens even zelf mee onderhandelen. Alright, here we go. Ik ga gewoon een nieuwe transfersom voorstellen. Ik ga gewoon 13 mil vragen voor Eriksen. Boven zijn marktwaarde. Nog steeds een prima spelertje voor jullie PSG. Ze bieden 11,1 met een doorverkoopclausule. Nou, dat gaat ook nergens over. We doen een counter, verwijder die clausule maar. Ik bedoel, het is 1% ook. Ja, wat heb je eraan? En we zeggen 12,5 dit keer. Kom op. Kom aan PSG. 11,5 bieden ze nu. En ze willen bijna weglopen, zie ik rechtsbovenin. Dus we gaan hier maar mee akkoord. 11,5 miljoen voor Eriksen. Toch een mooi teampje voor hem alsnog. Kan hij dus nog aan de top blijven spelen, die goeie oude Christian. Bot op Lisandro Martinez. Gaan we afwijzen. Wheatley is uitgeleend. Hij gaat naar Royal Antwerpen. Ik wens hem hartstikke veel succes daar, joh. En we hebben bot op Lindelof van de Spurs. Waarom zijn het iedere keer wel Premier League concurrenten? Daar wil ik gewoon niet goedkoop aan verkopen. Nou zeggen we 18,5 miljoen. En verkopen hem niet voor minder dan 13,5 miljoen aan de Spurs. Onze 36-jarige verdette daar in de verdediging. Gaan we gewoon accepteren. 820.000. Hoppakee. En het is definitief. Casemiro is voor een mooi bedragje van 40,5 miljoen verkocht aan Juventus. En weet je, Serie A is ook nog wel een competitie waar spelers op leeftijd kunnen shinen. Dus ik wens hem heel veel succes. Ugarte gaat zijn positie in de basis hebben op die verdedigingsmiddenveld. Met zijn 23-jarige leeftijd zit daar toch wel wat meer toekomst in. Hey, en Eriksen is ook verkocht. 11,5 miljoen naar PSG. Prima, prima deeltje. We krijgen er ook gewoon een A voor, man. Lekker. Nu is het Aston Villa wat opeens een ruildeal wil voor Dalot. Wie gooit erin? Met die cash gaan we afwijzen. Nou, alle transferhijsa blijft maar doorgaan. Er is een nieuw bod binnen op Lindelof. De onderhandelingen met Spurs waren afgeketst. Het is alleen nog steeds wel binnen in Engeland. Het is nou Newcastle United. We gaan dit ook delegeren. We laten dit gewoon lekker zo staan, joh. Oh jeetje, dan hebben we nu opeens 3 aanbiedingen binnen. Een ruildeal op Dalot. Ik sta open voor een vertrek van Diogo. Maar niet in een ruildeal. Højlund ben ik sowieso niet van plan te verkopen dit eerste seizoen. En Garnacho ook absoluut niet. En dan mogen we nou opeens een vriendschappelijk toernooitje uitkiezen. Dat is gezellig. We gaan gewoon voor het meeste geld hier. South America Continental Cup. 5 miljoen is het prijzengeld. Nou, weer wat nieuwe aanbiedingen binnen. Huur met koopoptie. Ik ben daar niet zo fan van. Blijf altijd afwijzen. Hier is een middenvelder. 20 jaar, 59. 50 algemeen. Dit ga ik wel gewoon accepteren. En de doelman kan ook weer een stap maken. Onze 38-jarige doelman die maar niet weggaat. Nou, er is een overeenstemming gevonden met Newcastle voor 12,3 miljoen voor Lindelof. Dat accepteren we. En nu komt PSG aankloppen voor Højlund. Dat gaan we gewoon weer afwijzen. Tom Heaton, onze 38-jarige veteraan, die is verkocht. Hij gaat een stap maken naar Norwich City, is het geloof ik. Maakt me ook verder niet uit waar hij naartoe gaat. Wij zijn er vanaf. Ook al ontvingen we maar 1 euro, vond ik het prima. En dan toch wel het meme gezicht van Manchester United waar we nou een bot op krijgen. Harry Maguire, 15 miljoen. Kan die stap maken naar Turkije. Ik vind het helemaal prima. We zouden 16 miljoen kunnen vragen, zag ik staan. Nou, gaan we moeilijk doen om 1 miljoen? Niet per se. Het is een keer tenminste niet naar Premier League rivaal. Dus dit gaan we gewoon accepteren van Fenerbahçe. Opeens komt ook Brighton aanzetten. En bieden Lewis Dunk plus wat geld voor Harry Maguire. Dat wijzen we af. Nou, Maguire en Lindelof zijn ondertussen bij de verkocht. Daar gaat Maguire, net zag je Lindelof. Maguire gaat dus voor 15 miljoen naar Fenerbahçe. En Lindelof is voor 12 de 3 miljoen, geloof ik, naar Newcastle gegaan. Prima deals voor mij.
Krijgen we nou een bod op Dalot. Het is Arsenal wat Zinchenko biedt plus 20,4 miljoen. Op zich niet is een heel gek bod, maar ik heb geen interesse in Zinchenko. Dus dat gaan we afwijzen. Ook is er een bod op Luke Shaw, 35,9 miljoen. Staat ook niet per se op het programma om verkocht te worden, dus ook dit wijzen we af. Nou, bij ons zijn er wat middenvelders vertrokken, dus ik vind dat er ook een middenvelder bij mag. En dit wordt ook weer typische Ten Hag aankoop. Nederlander uit de Eredivisie, Jerdy Schouten van PSV. Ik zat even te twijfelen ook tussen Veerman en Schouten, maar dan ga ik toch voor Schouten, want die lijkt wat meer op zijn foto. Ja, met alle respect, dit lijkt niet op Veerman, vind ik. Toch gewoon niet, nee. Dus we gaan voor Schouten, dat zei ik de overreden. Zijn gameface. En ja, typisch Ten Hag aankoop. En PSV komt uit een goed jaar, dan maken Nederlandse spelers vaak een stap. Ik vind het nog steeds bijzonder dat dit echt niet is gebeurd bij PSV. Geen gigantische leegloop of zo. Maar wij gaan Schouten nu naar de Premier League halen. Kan met Maino en Ugarte daar prima concurreren op het middenveld. En hij is niet al te duur. 28 miljoen is de marktwaarde. Laten we gaan onderhandelen met PSV. Nou, daar gaan we. Ik zag dat 28 miljoen de marktwaarde is, maar er stond nog een berichtje, zag ik later, dat we hoogstwaarschijnlijk minstens 34 miljoen moeten bieden. En het kan oplopen tot wel 48 miljoen. Dus, en hij is binnen Jerdy Schouten overgenomen van PSV. Voor 40 miljoen maakt hij de overstap naar ons Manchester United in de Premier League. We krijgen er een C'tje voor. Ja, het is wel een beetje veel geld, moet ik toegeven. 81 algemeen. Nou, dat is wel prima. Daar is niks mis mee. Minder salaris als Ugarte en heeft voor 4 jaar getekend. Ik kan er verder wel mee leven. Welkom bij Team Schouten. En dan is het wedstrijddag. Vriendschappelijke wedstrijd weliswaar. En ik geloof dat dit AC Milan is. Waar we dan tegen moeten. Gaan we in de volgende aflevering spelen. Dan wil ik een vriendschappelijke wedstrijd gaan doen. En naar de start van de Premier League simuleren. Jullie mogen in de tussentijd gewoon weer wat aankooptips, transfertips achterlaten in de reacties. Ik zal er natuurlijk naar gaan kijken. En verder hoop ik dat ik jullie vermaakt heb weer met deze video. Leuke aankopen. Beetje echt wel typische Ten Hag aankopen. Depay, Schouten. Wie weet weten jullie nog meer. Nogmaals, laat ze achter in de reacties. Vond je het leuk? Klik dan op het duimpje omhoog. Laat die like achter. Dat zou ik zeer waarderen. Ben je hier nieuw? Wil je meer zien? Abonneer dan ook even en klik dan gelijk op het belletje. Dan zet je notificaties aan. Hoef je geen enkele activiteit op dit kanaal te missen. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken en voor al je support. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan. Laters.